Hey kijkersjoei, welkom in deze nieuwe video. In zachte staan in de titel. In deze video gaan we het hebben over de nieuwe Overwatch hero, Orisa. Ik heb ook gewoon hier, ik ben in de PTR, ik heb eeuwig gequeued. Dat wil op zich helemaal meemaken, ik moest al lang in de queue zitten om op de PTR te kunnen komen. En dan kunnen we gewoon de nieuwe hero al spelen. Orisa is van Noombali, dat is zeg maar die stad waar de robots en mensen samen in peace leven. Maar hij is ook een beetje Afrikaans georiënteerd. Hij ligt in Afrika. Je ziet ook al, hij lijkt een beetje op een stier deze. Of het is een zeiker, maar geen idee, het is een robot. Maar deze hero lijkt een beetje op een stier. Dus ik vind het wel cool uitzien. En wat we ook gaan doen in deze video, we gaan even kijken wat voor gekke coole highlight intro's heb. En daarna gaan we gewoon een training. En daarna misschien even een potje spelen. En dan gaan we gewoon met de hero, ja, eigenlijk kijken wat hij kan. Want ik heb nog geen idee. Ja, het grote geweer, dat spreekt voor zich. Maar ik kan zelf eigenlijk ook niet wachten. Dus we gaan gewoon lekker beginnen. Even kijken bij de skins. We hebben, wat is dit? Oké, dit is interessant. Kijk hier, Plains, Sunrise en Twilight en Dawn. Het is natuurlijk altijd dat die namen hebben altijd met elkaar te maken. Ik vind het wel leuk. Camouflage nog. En de gouden. Deze is wel ziek hoor, deze. En dit is, oké, dit is voor een insect. Ziet er nu uit. En deze is ook een insectachtig. En deze lijkt heel veel op elkaar. Oh, hier is die wat lichter van kleur. Oké, cool. Dan halen we lekker natuurlijk bij gewoon bij het origineel. Gewone. Ja. Het is echt een protector robot ook van de stad. En daar staat ook de storyline. Hij moet de stad protecten tegen Doomfist. Wat niet gelukt is. Wat kan er nog meer? Ja, zie je. Het is toch een soort van cool robot. Ik vind hem, hij is erg cool-achtig. Dus dit. Cool. Cool. Ook cool. Maar eigenlijk wil ik gewoon de highlight intro zien. Oké, die is cool. Dat geweer, dat gaan we proberen. Ah, het is ook een schild, lijkt het op. Oké, dat schild ga ik ook zien. Dit is natuurlijk gewoon op de gun. Is die goud cool? Hij is wel ziek als die goud is. Ik zeg, we hebben lang genoeg gecleared. We gaan training. Dan gaan we eerst even knallen op de practice range, op dingen. Ik heb gewoon geen idee of ze kan namelijk. En dat wil ik eigenlijk echt wel weten. En dan gaan we gewoon, ja, ik wil eens kijken. Zou hij een tank als ze zijn? Dat moet wel. Oké, knap. Tank. Zie je al, dat moest wel, dat het een tank was. Oké, hoe hard loopt hij? Hij loopt best wel heel erg slow. En het geluid gaat voor mij echt kapot hard. Kan het lager ergens? Even kijken. Dat is beter. Oké, we gaan... Dit is shift. Dan wordt een soort van schild erin. Kogels, het lijkt de heavy van T-Fortress wel. Dit is kijk wat een coole. Er zit wel flinke bullet spread op het ding. Maar je kan lekker doorknallen. Oké. Shift. Maar dan heb je zeg maar schild of zoiets. Oké, ik heb geen idee wat het doet. Dat doet E. Oh, kijk, dan heb je. Oké, dit is al super dit. Dan gooi je de schild neer. En wat doet de rechter muisknop? Oké, dat is een soort van mini gravity pole dus. Net zoals bij Zarya haar ult. Maar kijk hoe lang dit ding in staat, joh. Hij stond er nog steeds. Laten we hier gaan staan. Wat... Nou, ik heb geen idee wat die... Maar we gaan bij de... Maar kijk, ik kan nu al een nieuw gooien voordat die oude kapot is opgegaan is. Oké, we gaan onze ult doen. Ik ga hem gewoon op hem doen ook. Wat doet dit? Het powert mij ofzo. Ik kom best ver. Oké, we gaan even kijken bij... waar staat het bij? Dat is mijn schild. Is wel super. Ik zeg, tijd om een potje te spelen. Nou, het heeft even geduurd. Maar we hebben een potje te pakken hoor. Want oh, dat moet ik zeggen, omdat je maar één keer een hero natuurlijk per game mag hebben tegenwoordig. Duurt het wel eventjes voor ik een game te pakken had waar ik als eerste op haak kon klikken. Maar het is gelukt. En we gaan lekker een potje maken. En het is nog mijn favoriete baan ook. Dus hoe beter kan het. Even kijken. Nou, even wachten nog. En dan gaan we gewoon beginnen. Ik heb er zin in. Ik hoop dat we nog een healer krijgen.
Als dan, ja, dan moet alsnog, heb ik alsnog niks aan. Maar ik heb er zin in, dan ga ik ontdekken wat die nieuwe, wat die kracht nou is. Voor mij, wat ik ook heb ontdekt, ik heb het al een paar potjes gespeeld met natuurlijk een teamgenoot die haar speelde. En Shift is zeg maar een soort van, ja, het is een bullet shield of zo. Je kan heel veel damage nemen. Of eigenlijk zo heel veel kogels kan je incasseren zonder schade te nemen. Daar komt het op neer. Oké, ik heb mijn nieuwe Omnic Brodda gevonden, kijk maar. Het is een beste robot die mij heel leuk vindt. En ik vind hem ook fantastisch. En ik ga hem schilden, ik weet het zeker. Ik ga hem schild. En dan misschien helemaal goed gaan zitten. Ja. Oké, als de vijand komt, dan gooi ik mijn schild hier neer. Nu dus. Oké, we gaan lekker. Oké, dat schild is bijna verrot. Schild snel. Oké, dat schild gaat best snel kapot, dus een varen natuurlijk. Ik kan niet om liegen, het is best lastig met deze nieuwe hero. Au. Oké, ik moet daarbij halen. Ik kom eraan, bestje, ik kom eraan, jongen, wacht maar. Oké. We gaan wel lekker. Het geweer, jongen, je nooit te herladen. Het is een droom. Schild snel. Jongen, top poppetje is dit. Het is wel moeilijk, dat ik het voor de eerste keer speel in een PvP scenario, zou ik maar zeggen. Maar cool wat die is. Nee, hier kan ik wel aan wennen. Hop. Oh, dan kan ik door een schild heen of zo. Oh, kut. Heb ik er nog wel goed in de schild gesmald? Volgens mij wel. Het geweer heeft nog power trouwens, jongens. Oh, echt. Oké, HP halen. Hij is nu geschild. Hij zou af moeten kunnen beschermen. Is hij dood nou? Oh, yes, we hebben een schild generator. Kom op. Respawn. Mijn schild gaat op verrot namelijk. Wat gebeurt er daarna weer? Oh, kut. Ze breken door. Oh, shit. Die bommen. Niet normaal. Hij moet hier weg. Waar is de ingang? Oh, kut. Er zijn zo slow als maar kan. Die is toch HP of niet? Ja. Oké, AP halen. En gaan we terug. AP. Oké, we moeten snel tot het punt. Want worden. Oh, kut, er valt wel vaar uit de lucht. Dat is een teken dat we slecht voor staan. Wat? Wat is dit? Heerlijk, jongens, het eerste potje. Een lekkere error gelijk.